Helemaal en wat super leuk dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik weer iets heel nieuws. Vandaag ga ik namelijk make-up en kletsen. En dat leek me heel erg leuk omdat ik eigenlijk nooit echt met jullie praat over mezelf. Ik praat eigenlijk altijd alleen maar over dingen en spullen en zo. En ik dacht het is misschien wel leuk om mij wat meer te leren kennen. Dus ik ga nu gewoon, ja, gewoon een basic make-up look maken. En dan ga ik gewoon ondertussen met jullie praten. Dus als je deze video leuk lijkt, geef dan zeker eventjes een duimpje omhoog. En laten we dan maar snel beginnen met de video. En ik ga ook niet van alles vertellen wat het is. Want ja, dat duurt natuurlijk veel te lang. Ik heb ook niet zoveel zin in. Dus ik ga gewoon beginnen. En ik had dus vandaag een video. Dat wou ik dus gaan editen. Want het is zaterdag. En zaterdag upload ik dus altijd. Alleen mijn toetsenbord was kapot gegaan. En toen heeft mijn broer dus gekeken hoe het kwam. En toen was er dus, het draad was kapot of zo. Die deed het niet meer. Dus die kon ook niet meer gemaakt worden. Dus toen ging ik naar de Action om een nieuwe te kopen. En dat had ik dus gedaan. Ik had één met Bluetooth gekocht, want ja, er was maar één. Dus die had ik gewoon gekocht. Maar blijkbaar doet mijn Bluetooth niet meer op mijn computer. Dus nu heb ik best wel een probleem, want ja, vandaag is dus geen nieuw video dat ik deze vandaag. Dus hoort er een nieuw video online te komen. Alleen, dat is dus niet gebeurd. Want mijn laptop is... Nee, mijn toetsenbord is dus kapot. Dus ik hoop dat het gaat lukken. Want mijn vader gaat nu nog kijken of hij... toetsenbord met draad kan vinden. Want dat doet het dus alleen op mijn computer. En dan zou ik dus weer kunnen editen. Maar ik kan dus nu niet editen. En ik was ook wel veel te laat begonnen met editen. Want meestal komt er om 11 uur een nieuwe video online. Maar ja, ik ging nu pas ongeveer om 11 uur beginnen met editen. Dus dan zou het vanavond zijn. En het lijkt nu echt super mooi weer buiten. Maar ik ging dus naar de Action toe fietsen. En toen bleek het dus dat het gewoon super hard waaide. Maar het lijkt zo zondig. Ik vind het zo zondig. Het is nu... Als het goed is, vandaag 17 maart. Alleen, het is echt heel koud buiten. En het hoort dus bijna lente te worden, maar het gaat meer richting de winter dus. Ik kon laatst ook schaatsen, maar ik heb niet geschaatst, want ik hou niet zo van schaatsen. Dat hoort toch in december. En in december sneeuwde het ook maar één dag. Dus ik weet niet wat er met Nederland aan de hand is, maar het klopt niet helemaal. En volgens mij is het echt code... oranje of geel of zo, want het is echt niet normaal. En ik had deze week ook echt heel erg veel toetsen. En die gingen op zich wel goed, want ik had ook een 6,3 op wiskunde. En dat is echt goed voor mij, want ik ben echt heel erg slecht in wiskunde. Dus daar was ik echt heel erg blij mee. Maar ik had ook eens op bio en dat ging... Ja, dat ging gewoon gemiddeld. Daarom is het ook heel moeilijk, want ik moet wel school ook gewoon goed kunnen combineren met YouTube, zeg maar. Alleen dat is wel heel lastig. Ja, voor YouTube heb je dus ook heel veel tijd nodig. En ik begin ook heel vaak pas met... Nou ja, dan heb ik op dinsdag al een video opgenomen. En dan ga ik hem pas, nou ja, vrijdag editen. Want vrijdag heb ik dus de meeste tijd. En dan is het seizoen, dan is het dus weekend. En ja, de rest van de tijd heb ik eigenlijk gewoon nodig voor school. Ik heb volgend jaar ook al mijn examens. En ja, ik heb er dus wel gewoon mijn tijd voor nodig. Maar ik probeer het wel gewoon. Want ik wou eerst ook heel veel gaan uploaden. Maar dat werd hem niet. Dus ik moet eventjes kijken hoe ik dat wil gaan doen. Want ik wil wel op zich ook nog, ja, meer gaan weekvloggen. Wat heel veel van jullie dat ook heel leuk vinden. En volgens mij is deze foundation echt veel te licht. Goed, gaan we ermee door. Ik weet niet hoe lang ik dit al aan het doen ben. Ik heb ook net een nieuwe concealer. En dat is dus deze. En deze had ik heel vaak weer voorbij zien komen. Alleen hij is heel erg oranje. Zie maar, kunnen jullie dat zien? Hij is in ieder geval heel erg oranje. En hij is gewoon heel veel donkerder dan de foundation. En hij brengt wel heel fijn aan. En ik heb ook het gevoel dat hij steeds meer oranje wordt. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar het gevoel heb ik wel. Maar hij dekt wel heel erg goed. En ik ben ook bijna jarig. Nou ja, over een maand. En dat vind ik veel. Dat vind ik weinig. Want ja... Dat duurt voor mij niet lang meer. En het gaat zo snel. Want 3 weken geleden ongeveer bestond mijn YouTube kanaal. Nou ja, mijn eerste video bestond toen 1 jaar. En toen wou ik eigenlijk een winactie doen. Alleen, ja, ik weet ook niet waarom ik dat niet heb gedaan. Maar ik wil dus misschien wel een winactie gaan doen. Maar ik weet niet wat ik daar dan... Nou ja, je moet doen. Dus als jullie een leuke idee hebben. Die jullie graag wel zouden willen hebben. Dan zou ik dat wel graag willen weten. Want ik wil misschien nog wel een keertje natuurlijk een winactie voor jullie doen. Want ik het heel lief vind dat jullie mijn video's kijken. En mijn foundation en concealer ziet er echt niet uit. Maar ja. Maar ik ben dus jarig bijna. Ik heb er wel heel erg veel zin in. Dan word ik 15. En echt iedereen is wel 15 behalve ik voor mijn gevoel. En dan wil ik hier misschien ook gaan werken. Maar ik weet nog niet waar. Daar wil ik dus nog naar gaan kijken. Want ja, ik wil op zich wel soms dingen hebben. Maar dan kan ik die nooit betalen. Zoals ik wil op zich ook wel softboxen en zo kopen. Maar daar heb ik echt geen geld voor. Nou ja, ik heb er wel geld voor. Maar daar is me meteen al mijn geld op. Dus daar heb ik niet heel veel zin in. Maar ik wil dus wel gaan werken. En als ik ga werken, dan gaat mijn broer waarschijnlijk uit huis.
En daar heb ik niet zo heel veel zin in. Dan woon ik alleen hier met mijn ouders. En niet dat ik dat erg vind, maar ja. Je bent toch je hele leven gewend om met je broer hier te wonen. Maar hij gaat in Groningen wonen. Ik ga ook deze zomervakantie, ga ik waarschijnlijk naar Spanje toe. En dan wil ik voor jullie wel gaan vloggen. Daar heb ik wel heel erg veel zin in, omdat vorig jaar, toen was ik niet op vakantie geweest. Maar toen heb ik wel vakantievlogs geüpload, omdat ik had... Nou ja, toen ik nog geen YouTube-kanaal had, toen was ik van plan om een YouTube-kanaal te gaan beginnen. Toen dacht ik, yes, ik ben op vakantie, laat ik gaan vloggen. Dus dat waren meteen mijn eerste vlogs. En toen ging ik lekker vloggen. En toen, een jaar later, dacht ik zo van, oh ja, ik had gevlogd. Maar dat heb ik nooit online gezet. Dat was toen toevallig in de vakantie. Dus toen was iedereen op vakantie. En ja, toen ging ik dus nog eventjes vlogs van een jaar geleden uploaden. Terwijl iedereen vlogs van... Dat jaar uploaden. En ja, het waren ook mijn eerste vlogs, dus ze waren niet heel goed of zo. Maar ik vond het wel grappig om online te zetten. Dus dit jaar wil ik weer gaan vloggen. En dan hoop ik dat het wat meer lukt. Ik denk dat ik dan in de vakantie ook ga stoppen met weekvloggen. Maar dat zie ik nog wel. Maar goed, er is nu trouwens ook kermis. En dat kan ik gewoon vanaf mijn huis zien. Het ziet er wel grappig uit. Misschien als jullie wat gegil horen, weten jullie waar dat wegkomt. Maar ik vind echt, dit jaar gaat zo snel. Het is alweer 2018, moet je nagaan. Het voelt echt alsof het nummer 2012 is. Daar zit ik een beetje. Maar ten eerste zit ik alweer in derde. En het is alweer 2018. En 2018, we zitten alweer bijna in april. Waar ik wel heel veel zin in heb, omdat ik wel natuurlijk jarig ben. Maar ja, met een leeftijd van 15 kan je alleen maar werken en verder niks. Ik ga nu eventjes tussendoor eventjes zetten. Setting sprayen of fixing sprayen. Ik vind het altijd heel eng, maar oké. Deze is trouwens echt fijn. Maar dat heb ik al heel vaak gezegd. Dus als jullie al mijn video's kijken, dan denk je echt van... Dat heb je echt al heel vaak gezegd. Klopt. En ik heb echt nul kwasten, voor mijn gevoel. Dit zijn de enige kwasten die ik gebruik. Omdat ik zeg maar ook nog... Nee, ik heb wel bronzer en blusher, maar dat gebruik ik zo wat nooit. Oh ja, ook nog deze kwast. Maar ja, dat... Ik moet echt een keer nieuwe kwasten gaan kopen, maar... Hebben jullie ook altijd, als jullie bijvoorbeeld in een winkel zijn... En dan sta je gewoon ergens voor een product. En dat heb je echt al altijd in die winkel. En dan sta je daar heel lang zo van, zal ik het kopen? En dan ga je weer weg, want ja, dan heb je het niet gekocht. En dan ga je, nou ja, dan heb je het dus niet gekocht. Terwijl je het eigenlijk al heel lang wou en het is niet heel duur zo. En dan ga je bijvoorbeeld met je vrienden wel ergens heel makkelijk ergens eten. En dan denk je van, ik had ervan ook gewoon dat ding kunnen kopen. Maar daar denk je gewoon niet bij na of zo. Eten kopen is gewoon veel makkelijker, vind ik. Ik vind het wel jammer dat ik nu niet kan editen. Want ik had eigenlijk in mijn gedachten dat ik zou editen nu. Maar kan gewoon niet. Dat vind ik zo stom. Maar ik heb ook elke week... Want ik upload elke week. Elke week gaat het zo snel voorbij. Ook gewoon het weekend. Het is nu zaterdag. En zaterdag gaat het ook al zo snel voorbij. En ik ga maandag denk ik weer week vloggen. Ik heb trouwens wel steeds dat ik steeds minder van highlighter hou. Ik heb niet heel veel highlighter of zo. Ik heb echt eentje die ik heel vaak gebruik. Maar die vind ik nu ook steeds mooier, minder mooi worden, zeg maar. Ik weet niet. Als ik denk, ja, ik wil wel een nieuwe highlighter kopen. Bijvoorbeeld van MAC of zo. Maar ja, heb ik dat nou echt nodig? Nee. En ik krijg waarschijnlijk ook een nieuw make-up kastje. Die gaat mijn vader hieronder maken. En dan kan ik dan al mijn make-up in doen en zo. En bijvoorbeeld al mijn gezichtsproducten. En dan kan ik ook een make-up set voor jullie opnemen. Want dat wil ik echt al heel lang doen. Maar ja, het ziet er nu niet heel erg mooi uit. Maar goed. Oh. Dit doe ik trouwens echt nooit meer. Maar ik ga dat gewoon doen. Gewoon hier zo highlighter en zo doen. Ik heb trouwens wel dat ik klas 3 echt veel lastiger vind dan klas 2 en 1. Het is nu zoveel. En ja, maar dat komt volgens mij niet door mijn YouTube. Maar dat komt gewoon echt omdat het nu heel veel alles bij elkaar is. En je hebt ook heel veel huiswerk, alles. En als ik gewoon ook al mijn huiswerk maak, dan... is het alsnog heel erg lastig om toetsen en zo te leren. Maar ja, oké. Ik ga nu serieus blush aanbrengen met deze poederkwast. Omdat ik gewoon geen andere kwasten heb. Dit is echt nodig. Ik ga gewoon voor mijn verjaardag ga ik gewoon make-up kwasten vragen. En ik ga trouwens van deze make-up en kletsenachtig. Ga ik denk ik een soort van die serie maken. Ik doe trouwens echt alles door elkaar. Highlighter, blush. Blush moet echt eerder, maar ja. Ik zou het eerst niet opnoemen. Ik heb trouwens, ik weet niet of die weekvlog eerder online komt, mijn haar korter geknipt. Ik weet niet of jullie dat überhaupt zien in een staart. Maar het was eerst van hier, is het nu hier. Dus het is wel weer verschillend. En mijn vader heeft dat gedaan. Ik snap echt niet waarom mensen nu naar de kermis zouden gaan, terwijl het zo hard waait. Het valt echt, het lijkt echt alsof de bomen ervan afvallen.
gevallen. En het was deze week, was het echt nog best wel één dag heel erg mooi weer. En toen ineens was het weer heel erg koud. Dus ik weet niet wat Nederland aan het doen is. Ik heb echt heel erg veel zin om weer naar een warm land te gaan. Oh, ik vind het zo eng, hè? Ik heb altijd dat ik hier tranenogen van krijg. Oké, het gaat nu nog goed. Niet met tranen, maar oké. Deze gaat nog wel. En ik zit erover na te denken of ik zo meteen nog een video ga opnemen. Want het is nu zaterdag en ik ben me nu eigenlijk aan het opmaken voor niks. En ik kan ook niet editen. Dus waarom ga ik niet gewoon zo meteen nog video opnemen? Maar nu ben ik aan het nadenken over wat voor video. Want dat zijn altijd strippels. Wat voor video moet je opnemen? Ik heb nooit een idee. Ik ga natuurlijk niet nog een make-up en kletsen opnemen. Want dat is niet heel handig. Deze mascara, die is heel erg klonterig en zo. Maar hij is op zich wel fijn. Niet omdat hij dus klonterig is, maar ik vind het kwastje wel fijn. En hij werkt wel gewoon goed. Alleen, ik heb wel liever een ander. Ik ga nu even naar de Albert Heijn. Welke? Die van mij. Waarom? Ontslag. Peter gaat ontslag nemen bij zijn eigen werk. Omdat hij gaat verhuizen naar Groningen. En hij heeft dit jaar examen. Wil je wel de deur dicht? En waar hij dus nu werkt, wil ik misschien gaan werken, maar weet ik nog niet zeker. Maar ik wil in ieder geval wel gaan werken. Ik heb echt zin om voor jullie een winactie op te nemen. Gewoon nu. Ik heb trouwens wel dat ik verjaardag steeds minder leuk vind. Vroeger was het echt van, jee, ik ben niet jarig. Nou ja, vroeger, vorig jaar nog. Maar nu heb ik het wel wat minder. Wat iets minder, want ik vind het nog steeds leuk. Want ik wil gewoon 15 worden, omdat iedereen het is. Mijn gevoel dan. Oké, ik ga nu voor de laatste keer settingen sprayen. En dan ben ik altijd heel bang dat mijn mascara uitloopt. Heel soms doe ik ook mijn mascara na het setting sprayen. Maar ik ga... Oké. Hij viel zeg maar net uit toen ik hem af had sluiten. Nou, dit was dan een video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als jullie hem leuk vonden, geef hem deze zeker eventjes een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren hieronder deze video als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie volgende week weer of eerder bij een nieuwe video. Doei! Muah.